Deze show die vertelt dus het verhaal. Een dag waarin van alles gebeurt. Een dag vol geluk en spannende avonturen. Een dag waarin je kan dromen en je dromen kan waarmaken. Een dag waar wij met z'n allen met heel veel liefde en tevredenheid op terugkijken, zoals wij allemaal terugkijken op ons speciale dag van het communiefeest. Collectie van een huis en die kleding komt allemaal voor kerstmis binnen. Natuurlijk wat dingetjes doen. Ze moeten zich klaarmaken. En natuurlijk, zoals jullie allemaal weten, een goede dag begint met een goed ontbijt. Dat is ook echt fantastisch, want dat weten jullie allemaal, dat je leven eigenlijk één grote ontdekkingsreis is waar je van alles in meemaakt. Maar vandaag maken de kinderen hun eerste ontdekkingsreis in het bos. We wensen jullie natuurlijk de prachtigste zon, maar dat kunnen wij niet voor u regelen. Maar we hebben er wel aan gedacht als het regent. Dagdromen is natuurlijk heerlijk op een weide waar je heerlijk kan picknicken met z'n allen. Dat vereist een heel goed plan.
En ze gaan eerst eens een goede schets maken en kijken hoe het er allemaal uit gaat zien. Te hebben en er wordt allerlei kleding ingeschoold waar de kinderen gaan bouwen. Ze hebben een concreet plan gemaakt en dat willen ze natuurlijk ook uitvoeren. Te geven. Het is tijd om het lokaal te versieren. En waar kun je nog beter mee versieren als met de ballonnen van de Ballon Company. Samen met Renate zijn we een hele mooie zakenbochels en die maakt al die wensen waar. Hun hebben hele leuke jongenskleding, meisjeskleding. Romantische jurken te kopen en die laten we u nu zien. Altijd een sport
om bij uw outfit en bijpassende corsage of het kettingje te maken. En ze hebben veel geleefd vandaag. Ze hebben natuurlijk al hun geheimen en we zullen het allemaal weten van de vriendenboekjes, de poesiealbums en alle liefdesverhaaltjes die ze in hun dagboek schrijven. Maar natuurlijk willen ze dit ook heel graag delen met elkaar. Want vriendinnen, die heb je voor het leven. Slaapfeest als ze wakker willen blijven. Maar nu, zoals die dag begint, zo heeft ook die dag een einde. Nu de vermoeidheid toeslaat en het gevoel van tevredenheid je tot rust brengt, is het tijd om je ogen te sluiten. Got you. Now the calling is.